Hartelijk goedemiddag, live video Kamphuis Makelaars. De lift bracht mij naar de 5e verdieping. Naar huis nummer 69 om heel precies te zijn. Hier aan de Hofstraat, geweldig appartement, fantastische plek in de stad. Op Zuid, hoog, prachtig uitzicht. En nou, ik denk, een heel bijzondere plek. Lekker veel licht, lekker veel ruimte, goede vierkante meters. Voldoende slaapkamers, twee badkamers en een heerlijke leefruimte. En natuurlijk beneden bergen en parkeren. Hé, de eigenaren hebben plannen en hebben ons gevraagd de verkoop op te starten. Dan weet je het ondertussen. Dan begin ik met een live video om je gelijk maar eens een indruk te geven van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. En als je dan komt kijken, ja, dan vertellen we natuurlijk alles, hè. Hoe werkt dat in een vereniging van eigenaren? Wat gebeurt er als ik een appartement koop? Maar eerst maar eens even kijken. Hier kwamen we binnen met hier de garderobe. En direct rechtsaf hoofdslaapkamer. Mooie ruime kamer. Vaste kastenwand. Goede voorzieningen. En daarnaast je eigen badkamer. Hier met lichtbad. Wastafelmeubel zoals je ziet. Een toilet hier om de hoek. Ik zei al, twee badkamers. Ja, dat klopt, want hier zit de aparte douchecel met wastafel. Mocht je gasten krijgen, mogen de kinderen van over ver komen. Ruimte te over. Twee slaapkamers, dit is één. En zo heb je in totaal de beschikking over drie kamers. Ze zijn nagenoeg even groot, er zit 20 centimeter verschil tussen. En op funda heb ik natuurlijk de plattegronden en de foto's toegevoegd. Maar aan alle liefde zorg ik ervoor dat die in een brochure in die gewenst jouw kant op komen. Zodat je in alle rust nog even terug kan kijken. Hier zit het gastentoilet. Netjes doorbetegeld. Dan heb je de beschikking over een keurig afgewerkt appartement. Lekker veel ruimte. Dat had je misschien in Leiden al even gezien, hè. Grote ramen, goed veel licht. Natuurlijk zonwering, want Zuid. Een uitstekende plek voor de eethoek. En de keuken is heel mooi apart gedaan hier. De keuken zit alles op aan en in. En voor nu laat ik de kasten even dicht. Dan kom je een keer kijken met mij, met Paul of met Sander. Gaan die natuurlijk voor je open. En de bijkeuken, direct aangrenzend. Met hier ook de natte groepen. En je eigen cv-voorziening, die zit hier. Zoals gezegd, hè, kom je kijken met ons, gaan we natuurlijk alles vertellen over de vereniging van eigenaren. De afspraken, de servicekosten, de voorzieningen. En dan gaan we ook op het balkon. Het waait vandaag wat, dus dat is niet zo heel plezierig. Een mooi ruim balkon, prima plek. Een mooi uitzicht over de stad, hè, zoals je ziet. En hier dan het toepark. En daar de doorsteek achter de Hagenborg naar de stad. Voorzieningen op een steenworp. Straks, als het voorjaar weer begint, mooi de beschutting hier van deze boom. En daar de doorsteek naar het Rogmanspark. Kortom, super plek. Heel graag gaan we met je kijken. Daartoe nodig ik je van harte uit. Om met mij, met Paul of met Sander hier te komen kijken. En als je denkt, ja Thijs, dat is leuk, maar mijn eigen huis dan, hoe gaan we dat doen? Nou ja, ook daar gaan we natuurlijk heel graag met je over in gesprek. Om daar wat wensen en ideeën nader over uit te werken. Voor nu een laatste blik richting de eethoek. En dan dank ik je voor het meekijken. Wens ik je een hele toffe dag en heel graag tot ziens hier. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.